Ik zet hem af. Dat dit is de druppel. Dat mag, maar wat zegt dat dan over jou? Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. En probeert u dat te omzeilen? Je kunt je wel keurig aan de wet houden en er toch omheen gaan. Dat vind ik een hele angstige gedachte. Actief zouden de hoge rechters moeten opstaan en zeggen van... dit zijn je halve idioten. Korstens zou dat goed kunnen doen, denk ik. Hurima, als je ooit weer de Hoge Raad uitkomt. Is dat zelfkritiek? Dat vind ik eigenlijk iets heel schrijnends, iets ontwikkelingslandachtigs. Ik klaag de hele tijd dat ik niks van me laat horen. Nu heb ik een leuke activiteit die we samen kunnen doen. Waarom? Dat is ook vermoeiend voor iedereen die ernaar moet luisteren, lijkt me. Als ik tegen cliënten die bij mij komen ga zeggen, wij gaan aan waarheidsvinding doen, nou, dan kan de deur meteen op slot. Nou, dames en heren, hij is nog niet binnengekomen, dus vol verwachting klopt ons hart. Wie weet stormt hij zo meteen nog de zaal in, meneer Gerard Spong. Want hij speelt een grote rol in deze snijtafelaflevering. Want jullie gaan zo meteen de première zien van de 67e editie van de Snijtafel, het programma van Casper C. Jansen. Gelukkig is de andere gast hier al wel aanwezig, dat is advocaat Peter Plasman. Aan hem stel ik zo meteen na afloop van de video de vraag: wat was nou het allerslechtste in het filmpje? Dus over die vraag kan hij nu gaan nadenken. Ik wens jullie heel veel plezier bij deze editie. Ik moet ook nog even vertellen wie ik ben. Dat vergeet ik gewoon. Mijn naam staat ook op de PowerPoint. Hebben ze bedacht? Ah, dat werkt niet. Dat is jammer. Mijn naam is Refka Bijl. Daar is hij. En het is aan mij vandaag om te zorgen dat iedereen een beetje gelijk krijgt. En dan met een tevreden gevoel naar huis gaat. Ik wens jullie veel plezier met deze aflevering. Hij is voortvluchtig. Er is 100.000 euro op zijn hoofd gezet. Is dat een leuke cliënt om te hebben? Vandaag bespreken wij het optreden van topadvocaten Wesky, Spong en Plasman bij Jinek op 31 juli 2019. Naast mij zit niet-topadvocaat Ewa Jansen. Dit is de vijfde keer dat we Jinek bespreken trouwens. Ja, nee, nu gaat het veranderen. Jinek. We waarschuwen Jinek voor de laatste keer. Deze advocaten zitten de hele uitzending aan tafel. Aan het eind komt pas echt het gesprek waarvoor ze daar officieel zitten. We gaan dus vooral inzoomen op dat gesprek. Ja, maar de rest is ook heel slecht. Dus we gaan wel in vogelvlucht de uitzending tot dat gesprek ook doornemen als eerste. Ja. En dat begint denk ik meteen met hoe de advocaten geïntroduceerd worden. Aan het begin van de uitzending. En topadvocaten Ines Wesky, Gerard Spong en Peter Plasman over rechtszaken waar we van gruwelen en smullen. Mm-hmm. En dat laatste vind ik eerlijk qua sensatiezucht. Ja. We willen niets leren, we willen eigenlijk schandalen gaan roepen. Ja. De gruwelen. Ja. Waar ik ze niet eerlijk vind, is dat over de top. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld de stand van de advocatuur. Wordt elk jaar bekendgemaakt. Wat zijn nou de topadvocaten? Ja, de Brouw. Okay. Dus je ziet hier dat bij de Brouw 290 advocaten zijn ingeschreven. Mm-hmm. Spong heeft 6 advocaten. Mm. Werken bij Spong advocaten. Als je kijkt naar de salarissen, dan staan ze ook helemaal niet in de top. Dan zou je nog kunnen zeggen, ze zijn top wat betreft gewoon hoe goed ze zijn. Ja, goed. Maar dan denk ik toch helemaal af of Jinek, zeg maar, kijkt naar de kwaliteit van hun dagvaarding of iets dergelijks. Dat lijkt me niet. Er zijn zelfs 2 objectieve aanwijzingen dat Wesky niet top is, maar uitzonderlijk slecht. Het Hof den Bosch zegt in een arrest een bijna onontwarbare kluwe van kritiekpunten, stellingen en beweringen. En de vonnis van de rechtbank Amsterdam spreekt van zeer wijdlopig, een grammaticaal niet kloppend taalgebruik en geeft aan dat niet duidelijk is wat Wesky met haar argumenten beoogt. Nou, en ik weet vrijwel zeker dat de rechter zich nog nooit zo kritisch over een advocaat heeft uitgelaten in de geschiedenis van Nederland. Dus daar kun je ook meteen de vraag stellen, is dat dan een topadvocaat? Dat zijn echt een beetje
MKB'ers. Het zijn gewoon groenteboeren uit Deventer of zo. Mm. En dan wordt hier een beetje gedaan of ze Ahold zijn. En die verwarring zie je dus heel veel. Topadvocaten. Mm-hmm. En dus alle advocaten. En daar de top van. Mm-hmm. Terwijl je zou kunnen zeggen, dit zijn de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland. Zoiets. Ja, en dat hebben ze weer deels te danken aan programma's als Jinek. Dus daar hebben ze ook... Ja. Dat is ook het principe van De Wereld Draait Door. Wij maken jou bekend. En dan ben je de bekendste. En dan introduceren we jou als de bekendste en dus de beste. Dit doet me ook denken aan onze derde aflevering over De Wereld Draait Door. Over vermijdbare uitingen. Ik vind dat je best wel kunt hardmaken. Dat hier door Jinek reclame wordt gemaakt voor commerciële bedrijven op kosten van de belastingbetaler. Er wordt gewoon gezegd, dit zijn drie topadvocaten. Ja. Terwijl het MKB'ers zijn die in de strafrecht actief zijn. En er is wel een relatie tussen bekendheid en de top. Maar dat is niet een gezonde relatie. Ja. De bekendste politicus is Adolf Hitler. Dat is niet de beste politicus. Het eerste onderwerp is een juridisch onderwerp, het rookverbod. Beheerder ProRail wil dat alle treinstations binnen 2 jaar volledig rookvrij zijn. Er komen vragen aan Spong en aan Plasman, zonder dat je duidelijk maakt dat dat gewoon niet hun echte expertise is. Het zit in de buurt. Je zet advocaat in beeld. Je vraagt om een mening over iets juridisch. Ja. Maar dat is geen juridische mening. Ja, inderdaad. Peter Plasman, moet er een algeheel verbod komen? Ja, dan vind ik het dus nog weer kwalijker dat je ze introduceert als de topadvocaten van heel Nederland over alle onderwerpen. De volgende wordt weer een juridisch item aangesneden. Wellicht geen toeval. Ze denken misschien zijn advocaten, laten we wat juridische dingen uit het nieuws halen waar zij leuk op kunnen reageren. Ja. De rechter in Den Haag heeft vandaag een automobilist veroordeeld omdat hij het waarschuwingslampje op zijn dashboard negeerde. De man veroorzaakte 2 jaar geleden een ongeluk op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vlak daarvoor ging het waarschuwingslampje van de bandenspanning aan. Ze bespreken een random rechtszaak waarvan Spong zelfs ongezien zegt, hij moet in hoger beroep. Nou, ik denk dat die man gewoon in hoger beroep moet. Dat hij de zaak helemaal niet kent. Ja. En de voorman van Nida, nou, die komt op voor boerka dragen in deze uitzending. Het is niet de meest genuanceerde man van de wereld misschien. En die gaat hier nu de juiste opmerking maken. Namelijk, hey, jongens, we kennen de feiten van deze zaak niet. Zouden we ons niet gewoon een beetje rustig... Dat lampje dat hier in beeld komt, is misschien niet het lampje, het daadwerkelijke lampje dat die man heeft gezien. Oranje lampje en niet een rood lampje. Ja. Ik denk dat ik weet niet of dat het lampje was. We kennen de feiten niet. Zorgwekkend dat hij verstandigere dingen zegt dan de advocaat. Ja, ja, ja. Ik heb een auto die altijd zo fantastisch functioneert dat er nooit rode lampjes gaan branden. Spong roept, ik ben rijk. 14 jaar lang is er over gebakkeleid en vanaf morgen gaat het in het boerkaverbod. Weer een juridisch onderwerp. Wat we hier zien is aan tafel onrust eigenlijk over het burgerarrest in combinatie met het boerkaverbod. Burgers die zelf gaan ingrijpen. Verwacht u dat dat veel gaat gebeuren? Dat mensen iemand als Tamara staande houden en zeggen ik ga nu de politie bellen? Nou, ik verwacht niet dat dat veel gaat gebeuren. Maar ik verwacht wel dat dat gaat gebeuren door een paar idioten die nu hebben gehoord dat dat een bevoegdheid is. Maar ja. Nou Peter, mag ik even in de reden vallen. We gaan een soort boerka-politie krijgen. Nee, geloof ik helemaal niet. En net zoals je in Iran een kledingspolitie hebt, gaan wij die politie hier ook krijgen. Met name Spong, die gaat hier echt volle kracht, zeg maar, onrust zaaien. Wat ik hem wel echt verwijt, want dit is wel zijn deskundigheid. Hè? Mm-hmm. Dus hij zou ook kunnen zeggen, nou jongens, ik zou jullie even uitleggen. De Hoge Raad heeft wat eisen gesteld aan dat burgerarrest. Mm-hmm. En dat is vooral dat je een beetje moet kijken naar de ernst van het misdrijf en aan hoeveel geweld jij zelf dan redelijkerwijs toe mag passen om iemand, zeg maar, vast te houden daarvoor. De angst die hij heeft, die kans op dat scenario maakt hij groter. Je zou gewapend met de grote Spong die zegt dat dat allemaal straks gaat kunnen. Je zou eruit kunnen afleiden. Oké, juridisch mag dat. Ja. En daarom is hij er bang voor. Op politie.nl, hè, daar moet de politie dan maar in een blogje gaan uitleggen. Ja. Nou, burgeraanhouding met een alineaatje, nuance. Ja, en daar staat vooral in dat alineaatje, dat je als burger niet weet of de persoon in kwestie al is gewaarschuwd. En als dat nog niet is gebeurd, dan is een aanhouding niet gepast. Vervolgens komt er een item over lachgasballonnen. Ja. En dat neemt ook weer een juridische afslag. Zomaar lachgasballonnen verkopen op straat, dat mag niet. Maar als je het levert op bestelling, dan mag het ineens wel. Met hulp van een advocaat ontdekte Denise deze maas in de wet en dat legt hem geen windeieren. Op drukke avonden heeft hij zelfs 40 werknemers in dienst. AT5 maakt een portret van deze markante lachgasballonnenverkoper. Markant en hij komt er mooi mee weg. Hij is rijk. Ja, maas in de wet, alsof het zo werkt. Dus je doet iets waardoor het illegaal wordt. Als ik dat wil gaan vertellen, dan heb ik een advocaat heel veel geld voor niets betaald.
En als je dat echt heel erg graag wilt weten, neem mijn advocatendienst. Betaal dan €400 exclusief btw per uur. Dan legt hij alles uit wat je wilt horen. Ja. Dit is echt de advocatuur zoals het hier wordt neergezet. Zij gaat het voor je oplossen. Hartstikke duur, maar dan mag het opeens. Trucje en het mag. Wat heeft een advocaat hem verteld? Nou, dat hij heeft verteld dat je ze niet zonder vergunning mag verkopen op straat, maar dat je wel mag afleveren, dus als er besteld wordt. Dus wat er gebeurt is, mensen die willen dat hebben, die sms'en hem of die bellen hem even, die staan daar 2 meter vandaan. En dan zegt hij, ik lever het af. En dan is de regelgeving zo, als je dan binnen een kwartier daarna weer een aflevering kunt doen, dan mag je blijven staan. Dus dat werkt perfect. Het werkt perfect, zegt hij. Dat is nou echt een advies wat inderdaad wel €400 per uur ex-BTW waard is. Kan je heel lacherig over doen? Nou, even een klein kopje hoor. Wat krijgt de beste man met dit geweldige advies? Dat is meer dan die advocaat heeft betaald. Ja, het is ook bestuursrecht weer. Hè? Er is een last onder dwangsom. En, een andere afdeling. Hmm. Zitten we weer bij de echte top 50. Ik vind ook hier helemaal niet de voice of reason die even gerust stelt. Zegt, jongens, het recht draait er niet om een foutje aan te wijzen in de tekst van de wetgever. En dat is ook niet waar advocaten voor bestaan. Nee. Om jou te helpen dingen te doen die niet de bedoeling zijn. Goed, dan komt het gesprek waarvoor de advocaten daar eigenlijk zitten. Ja. Dus ik denk dat we erop kunnen vertrouwen dat nu... Nu gaan ze dingen zeggen die ergens op slaan. We kennen ze allemaal. De bekendste advocaat van Nederland. Ines Wesky, Gerard Spong en Peter Plasman. Al jarenlang zijn ze regelmatig in het nieuws vanwege grote en opzienbarende rechtszaken. Ik heb gesproken met de officier van justitie in Suriname. Eer en geweten als arts euthanasie heeft geplicht. Dus dat is een zeer gevaarlijke kant. Ja, allemaal flarden waar we niks mee kunnen. Ja. Er ontstaat hooguit een vaag oh ja gevoel. Nou, hier vind ik het weer kwalijk, hè? De voice-over zegt. Tot laat in de middag vocht advocaat Peter Plasman tevergeefs tegen openbaarmaking. We gaan hem nu tonen. Het is een recente foto. Daar zit hij echt iets te doen wat niet zijn expertise is. Ja. Dus die verwarring die de media veroorzaakt, die casht hij ook. Want hij zit een portretrechtszaak te doen. Plasman, topadvocaat, portretrecht, strafrecht, rookverbod. Ja. Dat is heel kwalijk. Hij is de meest gezochte crimineel van ons land, Ridouan T. Waarom meldt hij zich dan niet gewoon? Bij dit prachtige proces dat tot nu toe plaatsvindt, wilt u zeggen. Hè, waar zo blind vertrouwen in is, in de eerlijkheid daarvan. Wesky, die Taghi destijds verdedigde en nog en steeds weer, ja. weer, impliceert hier op sarcastische wijze dat zijn voortvluchtigheid een logisch gevolg is van de oneerlijkheid van zijn proces. Dat is dat nog... toch moet beginnen, hè? Ja, dat is nogal een uitspraak in een rechtsstaat, vind ik. Wesky valt liever de rechtsgang af dan haar eigen cliënt. Er staat ook wel in de gedragsregel staat dus dat de advocaten de waarheid moeten zeggen. Dus niet dat ze dingetjes mogen gaan verzinnen die handig uitkomen en zo. En ook dat je eerbied moet hebben voor de rechterlijke macht. Hmm. Past dit nou bij eerbied voor de rechterlijke macht? Ja. Om maar gewoon allemaal dit soort rare verdachtmakingen te gaan plaatsen. En Eva Jinek gaat er dan daarna op in. Laten we meteen bij het laatste beginnen. Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Uw cliënt, hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met hem? In plaats van dat Jinek inhaakt op de vermeende oneerlijkheid. Wat mij meteen aanspreekt. Ja. Wacht eens even. Oneerlijk proces. We zitten toch in Nederland. De rechtsstaat is één grote poppenkast. Ja, oké. Maar hoe voelt die man zich nou? Ja, wat een... Alsof hij ook weer Patricia Paai is. Ja. Dat zou ik niet weten. En ik zou daar sowieso geen mededeling over doen. Dat is het antwoord dat je kunt verwachten bij deze vraag. Hij zou in Dubai zitten, maar u heeft gezegd dat u niet weet of hij er zit of dat u niet wilt weten waar hij zit. Ik zou dat niet weten. En al zou ik het weten, zou ik het ook niet zeggen. En je geeft echt een dikke hint. Hè. Zet je schild neer, want ik kom eraan rennen hoor. Ik beuk nog 3 keer op het schild. Ja. Kan het schild weer weg? Oké. Hij is voortvluchtig. Er is €100.000 op zijn hoofd gezet. Is dat een leuke cliënt om te hebben? Is dat een leuke cliënt? Ja. Ik ben nog gewoon geïnteresseerd geraakt op basis van iets wat Jinek uitzendt. Oh, oneerlijk proces. Oh, interessant. En dan, daar ga ik helemaal niet op in. Het is een interessante zaak en je hebt een massieve tegenstander. Dit vind ik een hele gekke opmerking van Plasman. Je hebt altijd diezelfde tegenstander. Mm. Je hebt altijd OM. Ja. En je mag er inderdaad van uitgaan dat OM het beter van elkaar heeft dan 6 ZZP'ers in een klein kantoortje in Amsterdam. Dus dat is in elke zaak. Hmm. Hij is natuurlijk eigenlijk al afgebrand in de samenleving, in de media. Het is ook hetzelfde in die andere zaken. Dus hij zegt eigenlijk dingen die niet bijzonder zijn aan de zaak. Het OM en dat de media al klaar staat om te zeggen criminaliteit is slecht of zo. Dus je hebt ook iets om voor te strijden en dat maakt het een uitdagende zaak. Ja. Dat woord strijden viel mij op in het kader van waar we het al eerder over hadden in onze aflevering over Pels Rijken. Ik raad u aan die ook te kijken, dat ruimt.
Het idee dat het allemaal gaat om strijden en winnen. Ik zou eigenlijk verwachten dat een strafpleiter niet omschreven wordt als iemand die strijdt tegen het OM, maar iemand die controleert of het OM zich wel aan de wet houdt. Maar niet om ruzie te maken met hun. En maar dat is niet de vijand van de rechter en de vijand van... En dat suggereert dat woord strijden wel. Ja. En het past weer helemaal bij die opmerking van Wesky. Ja. Ja. OM oneerlijk, voortvluchtigheid terecht, strijden tegen het OM, massieve tegenstander. En dit is een intellectuele uitdaging voor een advocaat om zo'n cliënt te hebben. In de zaak van deze meneer gaat het natuurlijk om het al oude systeem van kroongetuigen. Nou, dat is al 25, 30 jaar, is dat volkomen geaccepteerd. Dus zo uitdagend, juridisch uitdagend, is de zaak niet. Nee, is dat zo? Is het niet zo juridisch uitdagend? Nou, er is een kroongetuige, althans, zo wordt hij genoemd. Gratuite twijfel weer over aan alles. Maar niet aan iets wat hij zegt. Een gemeende kroongetuige. Ja. Daar is van alles over te zeggen. We hebben tot nu toe een paar vragen mogen stellen. En vervolgens gaat hij het traject in bij de rechtercommissaris. Maar met name zijn die zaken gebaseerd op berichten die zijn ontrokken uit servers die in beslag zijn genomen. Mm-hmm. Op verzoek van Nederland zijn servers in beslag genomen. Daar draaiden zeg maar PGP-berichten op. Dus Pretty Good Privacy. Mm-hmm. Wat beter versleutelde berichten dan WhatsApp. En zo hebben ze uiteindelijk een hele batch versleutelde dingen ontvangen. Mm-hmm. En heeft OM dat allemaal kunnen ontcijferen. Mm. Waar geen wettelijke regeling voor bestond. En waar toen een soort analoge constructie is bedacht die door elke rechtbank anders wordt geconstrueerd. Dat is zo'n beetje waar met name de uitdaging ligt. Kan mocht dat. Het wel of niet? Mag je zonder wet iets verzinnen? Er staat gewoon in 94 strafvordering. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. En dan kun je een enorme babyboomer zijn of iemand die helemaal niks van internet begrijpt en die zegt, ja, maar internet, is dat niet ook iets, een server? Die kun je toch niet zomaar in beslag nemen? Maar dit is digitaal. Digitaal. Ja, het is een super slecht argument altijd. Mm-hmm. Dat is dus voor zover we weten in ieder geval, voor Wesky de basis voor algemeen wantrouwen. Dat hele proces. En later komt er wel een probleem, denk ik, met het uitleveren. Dat het niet een officieel uitleververzoek is, maar een uitzetting. Nou, dat is misschien niet de koninklijke weg. Als je erop uit bent dat een ander land iemand uitlevert, dan moet je eigenlijk daar ook bepaalde procedures voor. Maar ja, tegelijkertijd, ja, je hoeft ook weer andersom. Ja, moet je dan iemand maar net in jouw land hebben die helemaal geen verblijfs... status heeft. Ja. Ja, je brengt hem terug naar Nederland. Ja, dat hij in Nederland hem wil arresteren, heb je eigenlijk op dat moment niet. Ja. Ook weer geen reden om niet uit te zeggen, zou ik zeggen. Ze heeft gezegd dat hij ontvoerd is. Dus dan maak je wel dat punt van, hey, uitleveren of uitzetten is toch wel wat anders. Maar dan op een hele schreeuwerige, over de topachtige manier. Ja. Ik vind dat zij veel meer die principiële argumenten voor het bestaan van de strafrechtadvocatuur moet maken. Dus zij moet zeggen bijvoorbeeld, de staat moet bestand zijn tegen alle scenario's die ik maar kan verzinnen. Maar daarvoor hoeft zij niet de staat af te schilderen als een boeman. Ja, en het is dan wel spraakmakend. Ja. Maar niet zo spraakmakend dat Jinek er echt op in wil gaan. Ik gok ongeveer wat uw antwoord daarop zal zijn. Maar daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Ze moet echt haar best doen om de interessante onderwerpen die haar in de schoot worden geworpen te vermijden. En niet terug naar de onzin. Ja. Het leek ons leuk om even te kijken naar een paar zaken waar u nog na zoveel ervaring van opkijkt. Het leek ons leuk. Gerard Spong, een van de zaken die u fascineerde en ongetwijfeld de rest ook speelde in het buitenland. Laten we even kijken. Als schooljongen al droomde Maywes ervan een keer een mens op te eten. Maart 2001 biedt een 43-jarige man uit Berlijn zich bij Maywes aan. In zijn woning in het plaatsje Rotenburg snijdt Maywes de penis af van de man. Doodt hem, snijdt het lichaam in stukken en vriesdelen in. Tot zijn aanhouding eind vorig jaar heeft hij ongeveer 20 kilo mensenvlees opgegeten. Eerst even dit. Had u hem graag als cliënt gehad? Ja. Het is een soort morbide fascinatie? Nee, helemaal niet. Dit is een juridisch-technisch buitengewoon interessante, uitdagende zaak. Het is een juridisch-technisch, en je ziet de regisseur zeggen, juridisch-technisch, en je bent halen we eraf. Terug naar de penis! Omdat allereerst die penis die ze hebben afgesneden, daar hebben ze ook nog lekker gebakken, met z'n tweetjes opgepeuzeld. Daarom mag hij op tv. Ja, juridisch-technisch, ik kom binnen 4 woorden het woord penis hoor. Hij doet perfect mee eigenlijk. Ja, ja. Dus zij vraagt... Morbide fascinatie? Nee, techniek. Helemaal niet. Juridisch technisch.
Goed, die penis. Ik heb gelezen dat die eerste taai was om op te eten, dat ze het uiteindelijk aan de hond hebben gevoerd. Nou, ze hebben het wel samen verorberd. Goed. En met groot genoegen, kan ik wel zeggen. Oh, oké. Okay. Ik zeg, het zijn feiten A, hè, Gerard? Het zijn feiten, ja, ja. Ja, zijn feiten B. Oké, dan B. Ja. Jij bent expert. Ik heb alleen maar iets van Wikipedia. Nee, maar dat van Wikipedia klopt even. Ja. Ze hebben het aan de hond. Hij klets, ja. Uit, ja. Hij klets uit zijn nek. Ja. Maar zij kan natuurlijk niet zeggen van, Gerard, heb je nou niet eens 5 minuten ingelezen? Nee. Ja, ja. Zaken heb je gewoon. Nee, laten we dit maar niet. Let's not go there, weet je, want dan ga je de deskundigheid aanvallen. Nee, dat is laatst. Jij hebt de top, je hebt de topper. We hebben in ons recht, maar ook in het Duitse recht, heb je een bepaling die luidt dat het iemand zijn leven op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigen. Dat een minder zware bepaling is dan de moordbepaling. Dus iemand zijn leven op zijn verzoek beëindigen, daar kan maximaal 12 jaar gevangenisstraf op gegeven worden. En dat zou natuurlijk in de verdediging hier gevoerd worden. Is ook in Duitsland aangevoerd. Ik kan toch niks anders van maken dan dat Spong hier doelt op een wetsbepaling in het Wetboek van Strafrecht die ziet op euthanasie door een arts. Rijksoverheid.nl weer legt een beetje uit wanneer een arts wel en niet euthanasie kan doen. En als het niet aan die voorwaarden voldoet, dan kan dat 12 jaar straf opleveren. Nou, het Duitse euthanasierecht is juist heel anders dan het Nederlandse. Maar hebben ze wel ook een bepaling die zegt dat het op iemands uitdrukkelijk verlangen beëindigen minder zwaar is dan de moordbepaling? Nee, hebben ze niet. Nee, en die terminologie ook niet. Uitdrukkelijk en ernstig verlangen. Ja, ik vraag me af, als je dat in Duitsland al aan zou kunnen wijzen, wat gewoon niet zo is. Dit is een man die op internet seksuele oproepen plaatst, seksuele fantasieën heeft. Ja. Zelf op zoek is naar iemand die seksuele fantasieën wil ondergaan. Dus het is iemand die zelf die wens ook zelf heeft. Iemand verleidt misschien een beetje om dat met hem te doen. Dus hoe ernstig kun je iemand nemen die heel opgewonden is en zijn meest donkere, rare fantasie aan jou vertelt? In de euthanasie situatie is de arts iemand, als het goed is, die luistert naar jouw verzoek, zelf daar geen enkel belang bij heeft. Nee, niet. Maar dat was ook mijn grote fantasie altijd al, om een keer euthanasie te plegen. Precies, dat is fantastisch. Dat zou de equivalent zijn, inderdaad. Die man is in eerste aanleg geloof tot 8 jaar veroordeeld, wegens de doodslag. En toen is de officier van justitie in hoger beroep gegaan. En daar werd het moord. En daar kreeg hij levenslang. Het Bundesverfassungsgericht heeft eigenlijk met een hele wollige redenering gezegd dat het zo'n weerzinwekkend feit is, dat daarom geen beroep kan worden gedaan op die verzachtende bepaling. Spong verwijst hier naar het constitutionele hof. Maar het is dus anders. Het is dus eerst een verzoek aan niet het Bundesverfassungsgericht, maar de gewone rechter. Het Bundesgerichtshof. Ik denk twee hele terechte en goed te begrijpen problemen ziet het Duitse Bundesgerichtshof. Das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. De Duitse rechter zegt eigenlijk, er is een motief, bevrediging van de geslachtsdrift, die strafverzwarend juist is bij moord. En die zegt, je moet ook als rechter onderzoeken of die strafverzwarende omstandigheid zich voordoet. En het tweede is er dus ook ten laste gelegd van, na de dood ben je niet netjes met dat lijk omgegaan, weer dat op zitten eten. En daarvoor geldt dat die strafbepaling niet alleen de persoonlijke belangen van de overledene beschermt, maar ook de algemene belangen. Dus al zou de overledene het allemaal fantastisch vinden, dan nog willen we dat met z'n allen niet. Ja. En dan noemt dat Landgericht Frankfurt am Main. En die leggen levenslang op. Dus niet dat Bundesgerichtshof legt alleen wat dingen uit. Maar het zegt nog niet wat daar dan uitkomt. Of er levenslang uit moet komen. Nee. Daarnaast is er ook nog een constitutionele klacht geweest naar het Bundesverfassungsgericht. Die alleen aan de Duitse grondwet kunnen toetsen. En die hebben het dus heel technisch afgewezen. Ja, ze zeggen nergens dat het weerzinwekkend is. Ze zeggen gewoon dat er geen principiële constitutionele vraag speelt. We hebben nu over wat Spong letterlijk zegt. Maar dat hij ermee zegt is, eigenlijk had gewoon die verzachtende bepaling moeten gelden, die er dus niet is. Ja. En met een wollige redenering hebben ze daar omheen geluld. Er is een onrecht aangedaan. Ja, ja. He, die arme man die daar op internet allemaal geile fantasieën plaatst en mensen zoekt die daaraan mee willen doen. Ja, ja. Die is nu behandeld alsof hij niet gewoon euthanasie heeft uitgevoerd. Ja. Zoals gewoon een arts. De beste man is gewoon geïnterviewd. Op zo'n vrolijke manier dat je ook een beetje afvraagt, is hij al vrij of zo? Maar hij zit wel in de gevangenis. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. Het is toch gewoon een huisarts die niet de goede formulier heeft ingevuld en niet de goede dingetjes heeft gedaan. Dat is niet eigenlijk hetzelfde. Bij al die andere dingen kun je nog zeggen van, hij zegt even iets over het rookverbod. Dat is natuurlijk niet zijn expertise, hij praat een beetje mee. Maar dit hebben ze samen voorbereid. Nu ga ik iets over vertellen. Eigenlijk uit Jinek te vragen blijkt al dat hij niet eens de basic
redactionele voorbereiding heeft gedaan. Die Jinek wel heeft gedaan. Ja, ja. De topadvocaat Jinek. Ja. Ik ben wel heel veel aan het verwijzen naar andere afleveringen. Ja. Maar het is zoals jij een keer zei. Image, image, image. Ja, ja. Toch? Ja, 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 ja. Hoe kom ik over op de kijker? Hoe kom ik over op de cliënt? Ja. Dat het niet klopt. Dat staat misschien in een of ander juridisch vakblad. Ja, ja, ja. Of het komt in de snijtafel. Ja. Maar mijn cliënten kijken daar niet naar. Ja. Je zit hier naar te kijken. Ik zo, hé. Die man weet zelfs alles van het Duitse recht. 5 minuutjes googelen. Blijft het overeind? Nee. Dat is een beetje de problematische hoogleraar waarvan jij misschien als decaan zou moeten zeggen. Gerard, zou je niet iets over het strafprocesrecht uitleggen in plaats van alleen maar over... Zo'n voorzichtige correctie. Oh, maar ik dacht, ik hou het een beetje sappig en de studenten vinden het hartstikke leuk. Ja, nee, ik snap dat ze het leuk vinden, maar ze moeten straks wel aan de slag met dingen. En dan weten ze alleen maar dingen die niet kloppen over Duitsland. Ja, maar daar kun je heel eind mee komen. Ja, ja, dat, weet je wel hoe duur mijn auto is? Zou het een leuke cliënt zijn? Maar is het ook leuk? Ja, is het ook een leuke moord? Als je dit soort vragen wilt stellen, dan moet je toch een ander programma gaan maken, lijkt mij. Ja. Alles is achter en naast. Achter en naast het nieuws. Eventjes niet, eventjes niet. Dat maar nu even, is dat toch leuk? Nou, ik zou in ieder geval kunnen vragen hoe het allemaal gesmaakt heeft. Want dat is natuurlijk iets wat niemand weet, althans heel weinig mensen. Maar is dat iets wat u zou vragen aan een cliënt? Nee, zou ik niet vragen. Nee? Inderdaad, die verwarring. Maar het is gewoon heel onduidelijk wanneer ze nou iets juridisch serieus te nemen zeggen. Ja, als Jinek lijkt het niet altijd te weten. Nee. Wat is nou serieus en wat niet? Is dat eigenlijk wel wenselijk als het gaat over moordzaken? Ja. Nee, wordt er niet gevraagd naar dit soort details? Dus nee. Achterklap, roddel, privé. Ik snap niet hoe Jinek nog steeds de reputatie kan hebben dat zij een serieuze interviewer is. Wat hier eigenlijk heel gek is, is dat deze meneer dus een levenslange gevangenisstraf uitzit. En dat zou ook het geval zijn wanneer hij deze meneer zonder toestemming, bijvoorbeeld voor geldelijk gewin, om het leven zou hebben gebracht. Dan zou hij ook levenslang hebben gekregen. En toestemming is in ons recht toch wel een vrij belangrijk gegeven. Want bijvoorbeeld mishandeling is ook een strafbaar feit. Maar we zien heel vaak mensen die in een bokswedstrijd elkaar mishandelen. Mm-hmm. En dat is niet strafbaar, omdat daar toestemming voor is gegeven. Ja. Je wil nu dat hij uitlegt het opportuniteitsbeginsel. Dat is eigenlijk wat maakt dat het Openbaar Ministerie niet alles maar vervolgt. Mm-hmm. Het OM kijkt dus gewoon naar het algemene belang en beslist dan of ze vervolgen of niet. En dat komt dus niet door het toestemmingsbeginsel, maar door het opportuniteitsbeginsel. Ja. Dat hele toestemmingsvereiste, dat verdwijnt hier naar de achtergrond omdat het zo'n weerzinwekkend delict is. Er is geen toestemmingsvereiste. En hij heeft het ook over het Duitse recht. Hij beweert hier eigenlijk ook dat hij het Duitse recht goed kent. Want het gaat over een Duitse zaak. De leek kan denken, ah, ik dacht dat ik Spong moet hebben, maar misschien moet ik ook Plasman hebben. Die ziet er ook wel. Die ziet er ook wel wat in. Ja, dat is echt werkelijk. Allemaal van gemeenschapsgeld in. Ja. Terwijl dat een wezenlijk verschil maakt voor... Ja, want om het leven brengen voor een laag motief is natuurlijk veel weerzinwekkender dan dit. Dus eigenlijk zegt Plasman hier van ja, je moet ook wel letten op die motieven. Terwijl dat is precies wat de rechtbank tegen Plasman zou kunnen zeggen. Tegen Spong. Ja, inderdaad. Hoe hoog is het nou? Die man is opgewonden. En jullie denken dat wij daar niet over na. Jullie doen alsof wij maar met een wolk in neer zijn gekomen op basis van publieke opinie. Maar wij hebben juist nagedacht over dat hoog en laag. Eigenlijk beter dan jullie er nu over nadenken. Ja. En ik denk dat een beetje de redenering is geweest van dit is zo uitzonderlijk en hier moeten we vooral niet een hobby van gaan maken. Dus we gaan dit voor eens en altijd gewoon een signaal geven dat dit echt niet kan in Duitsland. Ja. Dat is gewoon zijn idee erbij. Is het niet. U heeft twee zware jongens uit de onderwereld bijgestaan. Sam Klepper en John Miedemets. Normaal probeer je als advocaat je cliënten buiten de gevangenis te houden. Je zou ook kunnen zeggen, normaal probeer je als advocaat je cliënten goed voor te lichten over hun juridische positie en het ook hem goed te controleren op misstappen. Dat wordt gewoon vereenvoudigd naar uit de gevangenis. Uit de gevangenis, weg met iemand. Allemaal iedereen vrij. Ik denk dat we tot op behoorlijke hoogte normaal vinden dat advocaten zo denken en zo spreken. Maar stel je eens voor dat de directe tegenstander van de advocaat hier ook zo zou denken. Wat als de openbaar aanklager iedereen de gevangenis in? Ja. Dat het doel is. Inderdaad, ja, zou de officier van justitie aan tafel moeten hebben. U wilt natuurlijk iedereen in de gevangenis levenslang. Maar kan niet altijd. Gelukkig is dat die advocaat die iedereen vrij wil hebben. Dat balanceert elkaar dan. Ja, met de rechter die gewoon kijkt. Nou, met de rechter die er wel tussenin zit. Niet iedereen in de gevangenis. Gewoon wat mensen in de gevangenis, wat mensen niet in de gevangenis. Iedereen. Als je dat voorbeeld geeft van die openbaar aanklager die iedereen de gevangenis in wil hebben, dan zie je hoe belachelijk het is. Want dat is niet zo. Dat OM heeft als het ware wel een soort ingebouwd geweten van wat is hier redelijk, wat zijn de feiten. Ja, inderdaad. Dus dat OM heeft zelfreflectie. De rechter heeft die zit er helemaal om te reflecteren. Ja. Maar die advocaat niet. Die advocaat is gewoon een warrior. Ja, komt daar binnen.
overschreeuwt zichzelf. Ik vrees dat de kern van waarheid in zit. De officier en de rechter wachten tot hij klaar is met schreeuwen. En denken, nou oké, dank u wel. De advocaat als iemand die helemaal gaat voor het maximaal tevreden stellen van zijn cliënt. Reclame mag maken sinds eind jaren 80. Alles doet om zich leuk te presenteren aan die cliënt. En probeert te winnen voor die cliënt uit de gevangenis. We gaan voor vrijspraak, we gaan voor hoger beroep. Ja, dat is gedragsregels juist zeggen. Onafhankelijk. Je moet onafhankelijk zijn ten opzichte van je cliënt. Ja, de rechter die wordt langzamerhand doof voor die advocaat. Ja, wat ook kwalijk is. Want stel dat die advocaat ineens iets zegt wat er wel toe doet. Ja. Dan kan dat gewoon... Daar heb je hem weer. Dit zal ook wel weer onzin zijn. Nee, dus het kan uiteindelijk ten koste gaan zelfs van de rechten van de verdachte. Als de rechter een beeld krijgt van de advocaat als iemand die maar wat roept. Ja. Om op de cliënt over te komen als een superadvocaat. Ja. Terwijl dat onzin is. Die cliënten willen dat graag. Die willen dat de advocaat elke slak moord en brand schreeuwt. En denk ze, die komt voor mij als een straatvechter. Ja. Tegen de bierkaai met kansloze onzin. Ja, dat hij totaal niet meer serieus genomen wordt. Ja. In dit geval wilden ze zelf heel graag de gevangenis in. Hoe zat dat? Nou, het ging bij mij alleen om Sam Klepper. Om Sam Klepper? En John Miremet had een andere advocaat. En er was een beetje een probleem in de onderwereld. Plasman noemt het zelf de onderwereld. Belangrijk. ze waren toen onbekend. Ze waren bekend als sergeants van Bruinsma, dat werd gezegd. En het speelde na de dood van Bruinsma. Dus ze zaten in de onderwereld, dat is een feit. Dat vindt hij ook. Maar dat ze sergeants waren van Bruinsma, dat was maar een gerucht. Ja, maar hij corrigeert zichzelf en hij hoort zichzelf zeggen... Oh, ik zeg onderwereld, maar ik moet natuurlijk wel dat gaan nuanceren. Maar je hebt het al gezegd zonder enige nuance. Ja. Ja, een beetje laat. En toen is daar een probleem achtergebleven waar zij zich ernstig bedreigd invoelde bij de oplossing van dat probleem. In de media, daar stond dat ze bang waren voor mensen uit het buitenland die nog naar Nederland zouden komen, nog Libanezen, moet ik dat even checken. Sam en John werden na Klaas' dood achterna gezeten door een groep Libanezen die nog geld wilden zien. En toen hebben ze bedacht van hoe gaan we nou een tijdje in de luwte zitten? Laten we maar eens... naar een advocaat gaan. Ze hadden een plannetje. Ze gingen naar een advocaat en zeiden, als we nou gepakt worden met wat wapens, wat gaat dat opleveren aan straf? Ik zal niet de naam van de advocaat noemen. En die zei, dat moet je rekenen op een maandje of 6. Dit is een advocaat die vooraf advies geeft over te plegen misdrijven. Ja. Hoe kan dat nou legaal zijn? Was mijn lekenvraag daarbij. Hoe kan dit nou mogen? Ja, dat mag niet. Het is kwalijk. Het is ook in strijd met de gedragsregels. Om onderdeel te gaan worden van zo'n criminele organisatie. En daar een beetje... Het doet me een beetje denken aan The Godfather. Die consigliere rol. Je staat verdachte bij in een strafprocedure. Niet een crimineel in hoe hij handig kan. Ja. Hoe hij een handige crimineel is. En hoe hij een strafprocedure krijgt straks die hij wil. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Want ze wilden dus, voor hun eigen veiligheid, wilden ze even een tijdje weg. Even in de luwte. En waar zit je beter in de luwte dan in een huis van bewaring? Ja. Dus dat was het idee. Ze gooien een kofferbak vol met wapens. Helaas niet echt goed opgelet wat voor wapens. We zien ze hier overigens een deel van wat ze in de auto hadden liggen. Ja, er zat ook nog iets bij wat de uiterlijke verschijningsvorm had van een handgranaat. Maar goed, dus dat was. Ik zou dat niet op 6 maanden taxeren, maar dat deed deze advocaat wel. Ik zou het anders hebben getaxeerd. Dus hij zei bijna, ik zou dat ook hebben gedaan. Ja. Als ze naar mij waren gekomen, ik had gezegd, wat voor wapens? Hij weet nu achteraf dat er een handgranaat bij zat. Ja, dus hij weet helemaal niet of ze tegen die, dat lijkt hij niet te weten in ieder geval, of ze tegen die advocaat ook hebben gezegd wat voor wapens ze erin gingen leggen. Ja, en dat is dus in dit verhaal heel interessant. Die wapens die ze erin hebben gelegd, dat zijn militaire wapens van de overheid. Dat was de kop Volkshand. Wapens klaar, die in bezit top criminelen. Tijdens de arrestatie van Klepper en Miremet vond de politie de wapens die waren geroofd uit een depot van de geheime overheidsorganisatie Gladio. Wat ik allemaal veel interessanter vind dan dit hele verhaal. Ja, dus het is veel interessanter van hoe kwamen die twee criminelen aan die wapens van de Nederlandse overheid. Ja, ja. Wapens zonder serienummer, wapens die niet traceerbaar zijn op de normale manier. Ja. Hoe kwamen die in die koffers van, was nou de gedachte van de overheid, we gaan wat contacten leggen met de georganiseerde misdaad. Want het is niet pretty. Maar als Nederland bezet wordt door de Russen, dan zijn dat wel jongens die misschien een keer nog een aanslag plegen bijvoorbeeld. Ja. Ja, laten we dan maar wat mensen zeggen bij de Hells Angels en dergelijke van stevige jongens. Hmm. Hè? Je kan Nederland nooit echt goed bezetten, want we hebben in die bossen hebben we allemaal... Een soort guerrilla-strijders. Ja, ze op allerlei manieren misgegaan. In Italië bijvoorbeeld zijn die wapens gewoon opgehaald en gebruikt voor bomaanslagen, voor terrorisme gewoon eigenlijk.
Shocking. Ja, wie had dat gedacht? Ja, ja. Toch geen hart van goud diep van binnen. Mm-hmm. En auto volgeladen, bij een benzinestation neergezet. Zelf gebeld, naar de CIA, tip gegeven van daar staat een auto met wapens. Heb ik nog verweer opgevoerd van is onrechtmatig. Want het was alleen maar een tip, en meer anoniem en meer wisten we niet. Ze worden aangehouden, gaan mee en zitten vast. Komt op de zitting en dan gaat de officier een mooi verhaal vertellen. Hoe ernstig het dan is, wat waren ze allemaal van plan? Overval plegen, bla bla bla. Want die officieren die zeggen alleen maar alles is heel erg. Ja, dat weten we allemaal. Ja, al, ja allemaal. Dus ze schilderen hier nu ook die aanklager af als de tegenhanger van hen. Hè? Ja. Die alleen maar zegt, gruwelijk, wapens, verschrikkelijk. Straf, heel veel straf. Ja. Dat doen ze altijd. Nee, wapens, prima. En dan de advocaat, precies. En dan de advocaat. Maar is straf. Nou, in dit geval dus een beetje straf. Want, ja. Ze willen, want mijn cliënt wil graag een beetje straf. 3 jaar eis. Dat is even wat anders dan 6 maanden veiligheid. Ja. Dat was schrikken geblazen. De rechtbank die vond het geen 3 jaar waard, maar toch wel behoorlijk meer dan die 6 maanden. Ik dacht dat het 20 maanden of 18 maanden werd. En toen kwam dus Sam Klepper bij mij. Ik kende de hele man niet. Ik had nog nooit van de naam gehoord. Ene Sam. En, ik wist helemaal niet wie Sam Klepper was. Niemand vroeg of je wist wie dat was. Hè? Maar... Die vertelde dus dat verhaal. Maar ja, maar kijk, het probleem is ook een beetje. Het is natuurlijk een heel mooi verweer dat we dat eigenlijk zelf hebben gedaan voor onze veiligheid. Maar dat is weer niet zo goed voor onze naam in de branche waar we in zitten. Dus we moeten dat... Welke branche zou dat kunnen zijn, hè? Hoe gaan we dat nou aan de rechter? Hoe gaan we die straf verlagen zonder dat we een slecht imago hebben daarbuiten? Ja. Nou, dat was een beetje het probleem. En gelukkig was het wel zo, dat vond ik wel een aardige vondst van mezelf. Dat ik zei, die zeggen dat de handgranaten bij zitten. Maar waar zijn die handgranaten dan? Ja, die waren uit veiligheidsoverwegingen opgeblazen door de EOD. Ja, maar als je een handgranaat opblaast, weet je natuurlijk niet... Ze hadden even vergeten om te kijken of het echte handgranaten waren. Dus er was iets opgeblazen wat de uiterste... Dus u heeft gezegd, we hebben geen bewijs dat het überhaupt dat handgranaten echte, waren. Kan ook een dummy zijn geweest. Dan zegt hij, kan ook een dummy zijn geweest. Maar jij hebt net verteld over Gradio. Ja. Hoe groot is de kans dat die granaten die daar begraven waren... Vooral als de Russen binnenvallen, dat dummies waren. Ja, en de kers op de taart vind ik dan nog wel dat hij zegt... Vond ik wel een aardige vondst van mezelf. Dat hij zelf nog een compliment geeft van... Dit heb ik toch wel heel goed gedaan. Terwijl ik het dieptepunt vind in de advocatuur. Maar dan echt impliciet zegt hij gewoon... Ik verkoop onzin. Dat is een mooi poets. Plasman denkt helemaal mee met de crimineel... En probeert de rechter naar een lagere straf te manipuleren... Zonder aan de rechter te laten weten waar hij mee bezig is. Ja. Hij zou daarvoor ook de feiten kunnen gebruiken. Hè, maar dat doet hij niet, omdat hij de reputatie van de crimineel bij andere criminelen niet wil schaden. Ik heb tegen Klepper toen gezegd van dit moet je toch wel een keer vertellen. Ja, maar dat later, als dat verder geen... Als dat ons aanzien in het wereldje niet misgaat. Hij heeft het niet kunnen vertellen. Hij is uiteindelijk ook overleden. Hij heeft het niet kunnen vertellen, maar we weten het nu. Ja. Dat is het nieuws. Hij is uiteindelijk ook overleden. Vreemd eufemisme, hij is vermoord. Dit zijn beelden van zijn begrafenis destijds. Even... Vanaf het hoofdkwartier van de Hells Angels in Amsterdam... trok de rouwstoet met honderden auto's en motoren door de Amsterdamse binnenstad. Op het eerste gezicht leek het de begrafenis van een Hells Angel. Maar Sam Klepper was meer dan dat. Eigenlijk was hij minder dan dat. Ja. Hij wilde lid worden. Hij was nog geen lid toen hij overleed. En toen is hij postuum toegelaten tot de club. Okay. En daarom gingen de Hells Angels... Even voor de record, wij vinden mannen op brommers echt super stoer. Vermoedelijk was hij een van de toppers van de Nederlandse onderwereld. Ja, sorry hoor. Vermoedelijk. Oorverdovend vuurwerk bij het hoofdbureau van politie. De organisatoren van de uitvaart hadden gekozen voor symboliek. Gekozen voor symboliek? Gekozen voor provocatie van de politie. Gekozen voor fuck you politie. Ja. En ze wilden gezien worden. Crimineel of niet, de oude Wester luidde vanmiddag voor Sam Klepper zijn klok. En dat doet hij niet voor iedereen. Crimineel of niet? Of niet? Hallo? Ik hoor de hele tijd, in de media zijn ze afgeslacht. Ik ga het zo meteen Peter Plasman ook over Sam Klepper zeggen. Want in de media heeft hij er al zo van langs gekregen. Ik denk, nou, niet in deze media. Ik zou zeggen, crimineel of niet. Wel een crimineel, namelijk zo'n groot crimineel... dat zijn vrienden kunnen afdwingen dat die klok luidt bij zijn uitvaart. Dat is weer een aanwijzing dat het gaat om een zware crimineel. De politie greep niet in. Ze zegt dus wel, de politie greep niet in. Dat lijkt me ook de kern. Dat is helemaal niet de kern die voice-over geeft. Zou dat nu nog anno nu kunnen, zo'n begrafenis... met zoveel uiterlijk vertoon voor een crimineel? En dan denk ik meteen aan de boerenprotesten. Ja. He, die boeren die met honderden tractoren de snelweg opgingen. En de politie deed bijna niets. En nu is het ook gezegd, wij hebben gefaald.
als zo'n tractor dreigend op je politieauto afrijdt, ja, dan ga je aan de kant. Niet escaleren. Ja, niet, dat alles draait om de-escaleren. Gewoon ja. Ten koste van handhaving. Ten koste van de wet zelf. Ja, ja, verschrikkelijk. Dus Jinek die heeft hier, mijns inziens, de juiste verontwaardiging. Maar ze lijkt te denken dat dergelijke bravoure iets van vroeger is. Juist nu valt het mij op dat het OM capituleert af en toe wanneer mensen juist massaal de wet beginnen te overtreden. Nou, dit is lastig, want je zou zeggen van niets. Maar als je dit wil voorkomen, dan heb je natuurlijk ook kans dat je een hele grote hijsa krijgt. Dus het is een afweging van... Soms zijn dit soort dingen een afweging van wat gaat meer schade aanrichten. Daar heb je het, hè? Ja. Dus hier wil ik even wijzen op de... Nou, we hebben het al over reputatieschade gehad. De reputatieschade die het OM oploopt als het OM niet ingrijpt bij zo'n duidelijke provocatie. Ja. Dus die schade lijkt niet meegewogen te worden. Nee, inderdaad, ja. De schade aan het gezicht van de rechtsstaat eigenlijk. Het gezichtsverlies van de politie. De echte overtreding, zou ik maar zeggen, wat dit echt ernstig maakt, is dat die boeren en ook die Hells Angels ook waarschijnlijk bereid zijn om geweld te gaan gebruiken tegen de politie. Ja. Dat is ook de reden dat het OM een stap terug doet. Als dat echt je angst is, dan moet je het omgekeerde doen van terugschalen. Ja, dat is juist het moment om te zeggen, wij zijn hier de baas. Inderdaad, dan is het toch het moment dat het OM zijn tanden moet laten zien. Dat je het dan maar misschien toe moet laten. Ja, terwijl het natuurlijk voor de burger die er verder weinig kijk op heeft en al die verhalen hoort, wat er nou van waar is en wat niet, maar die heeft toch een bepaald beeld door de verhalen. Is het natuurlijk wel een vreemde vertoning. Die burger die er weinig kijk op heeft, je hebt net zelf toegegeven dat Klepper een crimineel was en dat de politie dit soort evenementen uit angst gedoogt. Ja. Ik ben toch niet gek? Ja, ja. Jawel. Dit is objectief een vreemde vertoning. Dit is niet een vreemde vertoning in de ogen van iemand die nergens iets van snapt. Maar ik geef je helemaal niks. Je komt er weer even van, oh, ben ik niet... Ik heb ook een beetje de zelfcorrectie gezegd. Oh, ben ik niet een beetje te ver gegaan. Dat is natuurlijk maar mogelijkerwijs een crimineel. Hè? Ik heb natuurlijk wel gezegd dat hij die hoofd van... Oh, ja. Ines Wesky, een bizarre zaak uit uw praktijk ging over een ogenschijnlijk heel lief onderwerp. Ja? Namelijk hamsters. Zullen we eerst even kijken? Maar liefst 3 rechters bogen zich vandaag over de hamsterzaak. Terecht stond kunstenares Tinkerbell, die in 2008 een aantal hamsters urenlang in een rat liet rondrennen om zo aandacht te vragen voor het lot van huisdieren. Dus dit gaat Jinek met Wesky bespreken in plaats van die problemen in het Marengo-proces tegen Taghi. Het sentiment in de samenleving was, dit is dierenmishandeling. Ja, dit moet dierenmishandeling en hoe is dat mogelijk? En hamsters in een bal, terwijl dat op internet miljoenen over de hele wereld wordt verspreid. En een inval was het gevolg van met een flinke ploeg verbalisanten. Hè, politie die daar de hamsters uit de ballen rukten, sleurden. Dus volgens Wesky was er eerst ophef en daarna politie optreden. Tinkerbell probeert natuurlijk de hypocrisie aan te tonen van hoe mensen over dieren praten en hoe mensen daadwerkelijk met dieren omgaan. Ja. En dat heeft ze heel succesvol aangetoond, want... Ja. Op haar provocatie, hè, die provocatie van Hells Angels niet, maar op haar provocatie wel heel veel gereageerd. Zo laf, een kunstenares in een winkeltje. Ja, nu vallen we binnen. Ja. En ik heb het vonnis meegenomen. Misschien is dat het aardige, toch? Dus, wat staat er dan? Wil ik toch voorlezen? Je dat toch voorlezen zit, denk ik, dat er gezegd is van tevoren. Geen inhoud, doe zoals Pong. Oh ja. Wesky is nog te juridisch. Het krijgt ook minstens het woord. De hamsters verbleven weliswaar meer dan in een hamsterbal. Dan breekt ze af, want daar staat meer dan de tijd die op de verpakking staat aangegeven. Dat is toch te erg? Daar lees je dan niet voor. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Hetgeen die dokter V, zal ik het nu noemen, die door hen was ingeschakeld, in haar rapport hieromtrent relateert, kan niet als bewijs dienen. Nu uit dit rapport niet valt af te leiden over welke informatie zij beschikte over de hamsters en van wie deze informatie afkomstig was. Waar die informatie vandaan kwam, toch wel duidelijk. Die deskundige heeft gewoon de informatie van het OM gekregen. Overigens is het onduidelijk hoe de normen die dokter V in haar rapport noemt zich verhouden tot de regelgeving. Sluit onvoldoende aan bij het juridische kader. Een hele rare opmerking over een deskundige. Die haal je juist voor dat niet-juridische kader. De rechtbank zelf moet het juridische kader vervolgens daarop loslaten. Niet de deskundige. En dan zegt de rechtbank, naar onweersproken zeggen van verdachten en zijn medeverdachten, sliepen de hamsters het grootste deel van de tijd in de hamsterballen. Aangezien, zoals van algemene bekendheid is, en ook door de fokker ter terechtzitting is bevestigd, hamsters nachtdieren zijn. Is dit normaal gedrag en is het tevens normaal dat ze 's nachts eten en drinken? Dus ondanks dat Tinkerbell die hamsters eigenlijk te lang in die bal heeft laten zitten volgens de verpakking, levert het geen stress op, want ze sliepen in die bal.
Dus goede gezondheid, geen kozak. Niks aan het handje. Geen strafbaar feit en vrijspraak. Niks aan. Vrijspraak. Massahysterie. Ja, maar de deskundige was het toch eens met de politie? Ik zou zeggen, je hebt massahysterie aan de ene kant. Aan de andere kant heb je een deskundige. Maar goed, misschien is het ook een hysterische deskundige. Ik had niet zo'n geweldig gevoel bij het vonnis. Ik zou veel liever gewoon een principiële uitspraak zien van... Oké, het overtreedt bepaalde regels, maar het is kunst. En dat doet pijn. Kunst is er niet om mensen te beschermen van hun hypocriete waan, zeg maar, te laten. En ik wantrouw het ook een beetje als de rechtbank denkt van... Er is een hele moeilijke, ingewikkelde vraag. Maar we zouden ook mee kunnen gaan met... Dit verweer, dan hoeven we die hele moeilijke vraag niet te beantwoorden. Volkomen. En u voor de rest van uw leven een ongebreidelde kennis van hamsters. Wat een wilde, toch? Dat alle gebeurt. Dieren. Alle dieren. Alle dieren. We eindigen in het totale niets. Ik heb echt de interventies van Jinek. Zie ik een redactie die staat te schreeuwen van weg van de inhoud. Leg mensen niks uit. Niet het minste stukje informatie. Wettekst, totaal een beetje zoals de Bijbel. Van laat mensen niet zelf in de Bijbel lezen. Ja. Dat kan alleen de priester mag daarin lezen. Ja, ja. En ik denk dus dat er een hele nare race to the bottom is. Ja. Omdat als je daar... Zij snappen natuurlijk ook wel dat bijvoorbeeld iemand als Korstens, oud-president van de Hoge Raad, of de mensen die dat dikke strafrechtboek geschreven hebben, dat de echte deskundigen zijn. Zoveel strafrechthoogleraren zijn er niet in Nederland. Maar ja, die komen daar en die willen het hebben over het opportuniteitsbeginsel. Mm-hmm. Die willen... weet je wel, die willen van alles wat Jinek niet wil. Ja. Dus sprong die dit gewoon. Ik weet wel, sappig verhaal. Jij doet alsof ik de brouw ben. En dan vertel ik jou alle onzin die jij wil horen. Ja. Sponk voelt dus aan als hij Bundesverfassungsgericht zegt. Dat die Jinek-redactie denkt: oh, we zijn zulke intellectuelen. Ja. Kijk nou wat wij in op een toegankelijke manier naar voren kunnen brengen. Bundesverfassungsgericht. Ja. Geweldig. Ja, Klopt helemaal geen beat van. Nee, het is helemaal fout. Het is dumbing down tot er gewoon niks meer over is. Behalve het woord advocaat. Dat af en toe in beeld komt. Advocaat. Ja, en je maakt de mensen dommer in plaats van slimmer. Ja. En mensen gaan geloven dat de experts zijn. En hun talking points overnemen. En, en eigenlijk worden ze dommer, maar ze denken dat ze geïnformeerd worden. Dat is heel gevaarlijk. En de NRC eet het op als intellectuele... En dat werkt ook. Hè? Dus die pretentie die werkt. We zitten dit helemaal weer voor niks te doen. Hoe met name Plasman ook afgeeft op de media eigenlijk. En het beeld dat van hun cliënten bestaat in de media. Terwijl ze zelf al hun pijlen daarop gericht lijken te hebben. Ja. Op het beeld in de media. Dus ze zijn helemaal niet... De mensen die even echt vertellen hoe het zit, vermoeid en geïrriteerd door wat er steeds in de media gebeurt. Zij zijn gewoon onderdeel van het mediacircus. Ja. En zij zijn dan degene die de criminelen een beetje wit zitten te wassen in de media. En het is voor hun eigenlijk niet meer zo interessant om die inhoud nog goed te krijgen. Ik bedoel, ze krijgen die klanten via de talkshows. Ja. Die klanten die kunnen helemaal niet beoordelen of het ergens op slaat wat ze zeggen. Het is niet zo dat ze even in Jinek zitten en iets leuks vertellen over wat ze in feite doen. Nee, in feite is hun werk bij Jinek zitten. En je moet maar hopen dat ze in de rechtbank ook af en toe iets zinnigs zeggen. Ja. En ik kan dat niet afleiden uit de vonnissen die ik gelezen heb van ze. Ik vind de rechters ook veel te soepel daarin. Die zeggen nooit een keer van... koekoek. Die doen geen... meldingen bij de deken van het is te slecht. Het gaat allemaal heel raar, informeel. Is iemand iets gehoord, maar niet gewoon officieel. Oké, dit was onder de maat. Ik vind het veel interessanter dan waar Moscovici bijvoorbeeld aan opgehangen is. Van dat die kwitanties moesten maken. Van zo'n administratieve proces moest inrichten. Ja. En dit zijn echt meer dingen van heb je wel eerbied voor de rechtelijke macht? Ben je onafhankelijk? Ja. Vertel je wel de waarheid in de rechtszaal? Ja. En ik vind echt dat de strafrechtwereld zich daarmee tekort doet, zeg maar. Die zouden echt actief, zouden de hoge rechters moeten opstaan en zeggen van... Dit zijn je halve idioten. Je moet naar ons luisteren. Ja. Misschien mensen die met pensioen zijn. Korstens zou dat goed kunnen doen, denk ik. Burima, als hij ooit weer de Hoge Raad uitkomt. Ja, waarom moeten dat nou van die rare kleine advocaten met een paar mensen in een hokje die iedereen maar om de tuin leiden, dat ze de top zijn, dat ze gewoon duidelijk niet zijn. Waarom werkt de NPO er nou aan mee? Ik hoor toch regelmatig geluiden uit de politiek over de NPO
Het moet inhoudelijk. Minder entertainment, minder spelletjes, shows en zo. Nee, maar dit is... Er gaat belastinggeld naartoe. Nou, en ja, toch zie ik alleen maar dit. Maar dat is waar ze zelf het meest tevreden over zijn. Want ze lijken zich helemaal niet te schamen voor wat slecht is en wat ze doen. Nee, daar zijn ze juist trots op. Ja, dat is een hoge mate van schaamteloosheid ook hier. Ik proef er gemakzucht in, minachting voor de kijker, een cynische houding wat betreft journalistiek bedrijven. Het is gewoon een schandaal dat elke avond plaatsvindt op tv. Ja, ja, ja. Heel graag. Tot morgen. Nou, een schandaal dat elke avond plaatsvindt op televisie. Ik denk dat we genoeg te bepraten hebben. Nu is het veilig op RTL 4, dus daar is het misschien wat minder... Ja, schrikbarend dan? In ieder geval van advertentiegeld. Oh, dan is het van advertentiegeld, dus dan is het wel goed voor de mensen. Heel graag praten we nu verder over deze uitzending. Aan deze zijde heb ik de heren Jansen, Kaspers en Jansen en Ewout Jansen. En ik wil graag een extra groot applaus voor meneer Peter Plasman, die zijn zaken zal verdedigen aan deze kant van de tafel. Oké, ik begin dus met de vraag. Wat was nou het allerslechtste in dit filmpje? Voor mij was echt het allerslechtste dat ik van mezelf weet dat ik nou inmiddels zo'n 33 jaar heb geïnvesteerd in het bereiken van elke keer aangekondigd worden als topadvocaat. En dat dat nu in 3 kwartier even van tafel wordt geveegd. Want je bent wel een topadvocaat. Nee. Nee? Oké, maar nu was het moment om dan toch ja te zeggen. Ik ben net zo min topadvocaat als dat er toptandartsen zijn, topbuschauffeurs en ik weet niet wat verder nog. Maar wat ik heb bereikt is dat men mij aankondigt als topadvocaat. En ja, dat spreek ik dan niet tegen. En hoe voelt dat dan? Dat voelt commercieel heel aantrekkelijk. Commercieel aantrekkelijk. Oké, maar inhoudelijk was er niet echt een spel tussen te krijgen wat de Janssens daarover zeiden. In die 3 kwartier? Ja. Nee, nou, over de topadvocaat zijn. Nee, ik ben het wel met ze eens. Oké. Nou, onverwachte wending. Wauw, oké. Ja. Hallo. Hallo. En het deel dat dan ging over de zaken, nou ja, die in jouw praktijk voorkomen. Ja, daar valt echt heel veel over te vertellen. Want ik begreep ook echt, regelmatig begreep ik de heren niet. Want ik plaats bijvoorbeeld mijn cliënt Sam Klepper in de onderwereld. En ja, dan moet je mij niet later het verwijt maken dat ik dat probeer te vermijden of iets dergelijks. Ik heb het over massieve tegenstand voor de advocaat van Tachi. En dan hoor ik, ja, dat is in elke zaak zo. Nee, dat is niet in elke zaak zo. Er zit niet een officier van justitie tegen een advocaat. Er zitten 3 officieren van justitie. En dat is uitzonderlijk? Dat is uitzonderlijk en dat noem ik massieve tegenstand. Dan vecht je niet tegen het overheidsapparaat, het openbaar ministerie, wat inderdaad altijd al een hele forse tegenstander is. Maar dan vecht je er tegen 3. Wat ik ook echt heel... Nou, laat ik het dan... Wat daar kwam, wil ik wel als vraag neerleggen aan het publiek. Stel, u komt in strafrechtelijke problemen. En stel dat u hoort, nou, daar kan wel eens een gevangenisstraf voor worden uitgedeeld. En dan gaat u naar 2 advocaten. En de ene advocaat zegt tegen u, en dat is een beetje in de lijn van wat we in het filmpje hoorden. Ik ga jou vertellen wat jouw rechtspositie is. Ik ga jou voorlichten. En de andere advocaat zegt, ik ga jou uit de gevangenis houden. En dan mag u bij uzelf de vraag stellen, welke van die 2 wordt het dan? En ik denk dat dat voldoende aangeeft wat hier in het filmpje dus naar mijn mening volslagen ten onrechte wordt neergezet als wat de taak van een strafrechtadvocaat is. Want de taak van een strafrechtadvocaat is om het strafproces zo gunstig mogelijk voor de cliënt
te laten aflopen. Dus dan binnen... is een term als strijder ook wel gepast? Nou, weer een vraag. U komt bij twee advocaten en de een zegt ik ga voor u strijden en de ander zegt ik ga dat niet doen. Ja. Nou, meneer Ewout Jans, wat denk je ervan? Het klinkt eigenlijk heel logisch als ik deze strafrechtadvocaat zo hoor. Ik ben ook een strijder. Jij bent een strijder? Ja. Nou, twee dingen. Kijk, inderdaad, op zichzelf, hè, als u strafrecht doet en u wordt uitgeroepen als topadvocaat, dan snap ik wel dat u niet zegt van... Ben ik wel aan? Ja, toch? Oh, sorry, dichterbij. Hallo. Dan snap ik wel dat u niet zegt van, nou, ik ben geen topadvocaat. Maar als u een portretrechtzaak staat te doen, dus wat helemaal geen strafrechtzaak is, maar een mediarechtzaak, dan krijg ik wel het gevoel dat mensen, dus ik merk ook vaak dat mensen het verschil tussen strafrecht en de rest van het recht gewoon niet snappen. Dus denken, dat hebben heel veel advocaten die op de Zuidas een hele dag met fusies bezig. En dan staan ze op een verjaardag en dan zegt iemand, hoe voelt dat nou met zo'n crimineel? Is dat niet een beetje fout of zo? Dan denk ik van ja, daar weten die advocaten helemaal niets van. En dat wilde maar niet in bij de mensen. En op het moment dat u zo'n portretrechtzaak gaat doen, denk ik toch dat u wel dan profiteert ook van die verwarring bij de mensen. Denk ik niet dat u weet wat ik van portretrecht weet. Maar dat is terzijde. En wat u al helemaal niet weet, is wat zich tussen mijn cliënt en mij op dat moment heeft afgespeeld. En daar kan ik wel over zeggen dat dit, zonder in details te treden, dat dit de enige mogelijkheid was. Want dit was een hele bijzondere cliënt. Die had ook bepaalde opvattingen over de rechtsstaat. Daar hoef ik allemaal niet over uit te wijden. Dit was de enige mogelijkheid om wat te doen. Maar het portretrecht staat toch in de auteurswet. Ik kan me slecht voorstellen dat strafrechtadvocaten bezig zijn met artikel 19 en 21 van de auteurswet. Ja, ik kan er niet zoveel aan doen aan wat u zich wel en niet kunt voorstellen. Oké. Okay. Maar heeft u dan bijvoorbeeld dat wetboek ook staan? Dat gele, dus niet dat rode boekje, maar dat gele boekje? Weet ik niet. Ik heb heel veel wetboeken staan. Ik heb ook alle NJ's vanaf 1924, dacht ik. Ja. Ik zal niet beweren dat ik ze regelmatig ter hand neem. maar dit had... Ik kan het eigenlijk best zeggen. Mijn cliënt wilde gewoon naar buiten toe laten zien dat hij dit niet zonder meer wilde pikken. Dat was eigenlijk het enige wat hij wilde. En hij wilde dat. En de enige die hij daarvoor wilde inschakelen was ik. Ja. Want hij wilde geen contact met enig ander advocaat. En dan kan je zeggen, ik doe het niet of ik doe het wel. Maar dan luister ik naar mijn cliënt. Nu zeggen de heren Jansen steeds van, nou, eigenlijk gaat sappigheid voor de feiten bij zo'n televisieprogramma. Wat denk je daarvan? Daar ben ik het. Nou, niet voor de feiten per se, maar sappigheid is wel een heel belangrijk element in dit soort uitzendingen. Ja, zeker. Dus hoe gaat het dan bijvoorbeeld in de voorbereiding? Als je bent uitgenodigd voor zo'n programma? Nou, die voorbereiding, daar doe ik al sinds enige tijd nog nauwelijks aan mee. Want ik heb daarvan geleerd dat alles wat je voorbereidt, dat komt vervolgens niet ter sprake. Want het gaat toch alle kanten op. Dus ik ga er altijd liefst onbevangen zitten en ik zie wel wat er op me afkomt. Wat voor deze uitzending bijvoorbeeld was voorbereid, was eigenlijk alleen maar de mededeling, zoek maar een zaak uit je praktijk waar je wat leuks over kunt vertellen en die je is bijgebleven. En jullie hadden gelijk, ik had heel veel ook andere zaken kunnen oppikken, maar... Ik heb er belang bij, en dat noemde ik net al een commercieel belang, om in de media op te treden. Want dat is tegenwoordig hoe het gaat. Daar kan ik ook niks aan doen, misschien wel. Maar dat is gewoon een commercieel belang, zeker in de strafrechtadvocatuur. En ik word gevraagd omdat ik op een... Want dat wordt ook gewoon gezegd, op een simpele, snelle en duidelijke manier dingen uit kan leggen. En als ik daar het opportuniteitsbeginsel, als ik dat woord al in de mond neem, dat wordt mij niet in dank afgenomen. En nu is Casper een NPO-kijker. Hoe voelt het dan voor jou als je dan die voorbereiding is wel een van jouw lievelingsdingen in het leven, weet ik. Hoe voelt het voor jou als je dan kijkt naar zo'n programma waar je de voorbereiding niet op nummer 1 ziet staan?
Goh, ik ben nou ten eerste heel benieuwd waar jij uit op hebt gemaakt dat voorbereiding voor mij zo belangrijk is. Want ik vind niet dat mijn leven daar nou een toonbeeld van is. Voorbereiding. Maar hoe voelt het? Ja. Want jij maakt je kwaad over zo'n Jinek-item. Dus er gebeurt wel iets. Het grappige is bij dit soort items, waar er dus om de fouten bloot te leggen kennis van zaken nodig is die ik niet heb, minder dan Ewout, dat ik al... dat ik me wel erger aan het item. Maar dan erger ik me met name aan de vragen van Jinek. Je ziet ook in de aflevering dat is waar ik me vooral over opwind. En verdere opwinding van mij is meer een reactie op Ewouts commentaar. dus ik maak me vooral kwaad over wat Jinek allemaal zegt. En wat de advocaten zeggen, daar plaats ik wel vraagtekens bij. Maar heel vaak, ik denk dat dat ook opgaat voor de meeste mensen hier in het publiek, denk ik gewoon, oké. Heb bijvoorbeeld over die MyWes, wat Sponga daar zegt over het Bundesverfassungsgericht. Ik nam aan dat dat klopte. En ik was echt geschrokken toen bleek dat het niet klopte. Omdat ik wel enige skepsis heb bij het luisteren en kijken naar tv. Dus dat ik wel, vooral als ik denk, oké, als iemand nu de waarheid spreekt, is nu misschien niet in het belang van de persoon waar ik nu naar luister. Dus nu gaat hij misschien niet zeggen wat niet klopt. Maar ik denk, als Spong gewoon iets uitlegt over het Duitse recht, dan denk ik, ja, waarom zou dat niet kloppen? Er is helemaal geen reden waarom dat niet zou kloppen. En als dat dan ook niet blijkt te kloppen, dan beginnen er hele belangrijke dingen bij mij te wankelen. Waarvan ik echt niet wil dat ze wankelen. Want ik wil in principe ervan op aankunnen dat in een serieus praatprogramma een serieuze advocaat die iets uitlegt over het Duits recht, dat klopt. En als het niet klopt, dat gerectificeerd wordt. Want dat voedt het wantrouwen dat er al is in onder de bevolking jegens de mainstream media, een term die ik niet graag gebruik. Maar dit soort missers voeden dat wantrouwen en leiden mensen naar veel onbetrouwbaardere media op internet. Die zijn nog veel erger, maar dat is dan mijn... Dat probeer ik ook wel duidelijk te maken in mijn programma. Want ik wil dat wantrouwen niet te veel voeden. Maar ja, ik kan niet anders als we op dit soort dingen stuiten. Ik zit nog een beetje in mijn hoofd met de eerste vraag van die winnen. Ja. Dat jij zei van, je wilt toch een advocaat die voor je gaat strijden en die gaat winnen. Ik twijfel toch een beetje of dat wel de goede houding is. Omdat iemand niet altijd, misschien ook juist de verdachte in een strafprocedure, niet altijd weet wat goed voor hem is. En die denkt misschien, val alles aan. Maar ik denk dat je een veel betere kans maakt als je twee technische kloppende argumenten maakt. Om in ieder geval om de rechter te overtuigen. Dan ga je dus ook eerder winnen dan als je overal maar gaat aanvallen waar het niet klopt. Ja. Dus je helpt uiteindelijk iemand, denk ik, die heel graag wil. Ja, ik wil dat u dat gaat zeggen. En als je dan zegt, ja, ik snap dat je dat wil, maar daarmee gaan we zullen we de irritatie van de rechter wekken, omdat al lang is uitgemaakt dat wel kan. Ik ben het misschien zelfs met u eens dat het een beetje gek is, maar ja, de Hoge Raad heeft een paar keer gezegd dat kan. Dus het heeft geen zin om dat zo prominent naar voren te gaan brengen. Maar wat wel zin heeft, is dit. En daar kan ik... En daar kan ik misschien wel echt u mee gaan helpen. Ja, maar dit verhaal is wel veel ingewikkelder dan van ik ga voor je strijden, ik haal je uit de bak. Ja, maar dat mag je toch best zeggen. Je hoeft niet je hele dagvaarding per se. Je bent geen docent op dat moment. Dus je hoeft het niet allemaal. Maar de grondhouding van ik ga mijn best voor u doen, die heb ik ook. Trouwens, ik ben één dag advocaat. Dus dankjewel. Dus weet ik veel. Dat is niet zo lang als u. Maar je zat al op jij. Dus. Oh, sorry, op jij. Niet zo lang als jij. Maar goed, dus ik wil ook wel iemand helpen natuurlijk. Maar ik wil ook dat het klopt. En ik denk dat laatste, dat eigenlijk de enige manier is waarop je iemand ook echt kan helpen. Ja, maar je zegt nu echt heel veel. Oh, sorry. En, nee, dat geeft niet. Maar er zit heel veel in, zo bedoel ik het. En ik herken mij helemaal niet in het beeld van een schreeuwende advocaat. Ik heb volstrekt die reputatie niet. Ik heb de reputatie dat ik kort van stof ben, geen woord te veel vertel en ook geen woord te weinig. En die reputatie heb ik in decennia lang opgebouwd. Ik heb het ook niet over winnen, hè, want winnen is, dan heb je ook een verliezer. En ik heb het over strijden en daarmee bedoel ik, is ook niet een woord wat ik nou dagelijks gebruik, maar dat is gewoon, ik
dat je alles doet voor een cliënt wat binnen jouw mogelijkheden ligt, binnen de wet ligt, binnen de gedragsregels. En dat is het gewoon. En dat moet je op een goede... Dat kun je gaan doen voor de beeldvorming van je cliënt. Dan ga je inderdaad in de rechtszaal een beetje staan schreeuwen. En daar loop ik natuurlijk ook heel vaak tegenop bij collega's. Dan komen we naar buiten en dan is het voorbij. En dan denk ik wel eens, nou... Dat had ik toch anders gedaan. En dan staat er een dol enthousiaste cliënt van die advocaat. Want die heeft de officier van justitie alle hoeken van de zaal laten zien. De rechters die hadden geen weerwoord en zo. En ja, dat ben ik volkomen met je eens. Alleen ik zelf herken mij niet in dat beeld. En denk je dat Spong en Wesky passen bij dat beeld? Of durf je dat een brutale vraag? Dat is een vraag waarvan ik mij als antwoord zeker op mijn geheimhoudingsplicht ga En des te meer omdat ze hier niet zijn. Dus maar is het schering en inslag? Of zijn er een paar gekken die zo tekeer gaan? Ik spreek regelmatig met rechters, met officieren van justitie buiten de zitting. Het is gewoon privé en dan niet over zaken. Want dat is absoluut not done. Dat doe je niet. Dat doet een officier ook niet. Doet een advocaat niet. En dan gaat het dus over algemene dingen. Ik geef over 2 weken moet ik het Hof Arnhem-Leeuwarden een spiegel voor gaan houden. Daar ben ik voor uitgenodigd. Van vertel ons wat wij verkeerd doen. En daar ga ik het echt over dit onderwerp hebben. Want het geluid wordt wel steeds meer dat het verhardt in de rechtszaal. En de respect verdwijnt geregeld. En er wordt ook wel behoorlijk veel geschreeuwd. En er wordt ook behoorlijk veel te lang gepleit met allerlei bijzaken die... een bekend voorbeeld is je beroep op vormfouten. Daar zaten jullie overigens ook denk ik toch wel fout in dat filmpje toen het ging over die... Het in beslag nemen van die server, daar heeft Wesky het niet over, je mag het niet in beslag nemen. Maar daar heeft ze het over dat het buitenlandse servers zijn. En die, dat voorschrift over de beslagname geldt voor Nederlandse strafvordering. Zo gauw het buitenland daarbij betrokken wordt, krijg je inderdaad allerlei problemen met rechtshulpverzoeken. Wie beslist daarover? En dat is nog steeds een niet gelopen koers. Dus dat is veel ingewikkelder. Maar dat zijn wel voorbeelden van... Kijk, de Hoge Raad heeft een paar jaar geleden gezegd, en aanhakend bij het gevoel in de samenleving, die vormfouten waardoor verdachten eigenlijk de dans ontspringen omdat de rechter niet meer toekomt aan de inhoudelijke vraag van heb je het nou wel of niet gedaan? Omdat een formulier ontbreekt, omdat een verlof voor een zoeking er niet was. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, daar gaan we eens mee stoppen. Als er dingen fout zijn, als de politie onrechtmatig optreedt, dan is dat jammer, maar dan moet de verdachte niet van profiteren. Dan moet die politieman of vrouw maar worden aangesproken. Wat ook wel weer kwalijke gevolgen heeft, dat de politie natuurlijk zich veel meer gaat permitteren dan eigenlijk mag. Maar dat is dus, voor de strafrechtadvocatuur is dat een gepasseerd station. En toch blijven heel veel advocaten heel veel tijd besteden aan vormfouten. Maar de rechter dan zeggen, dat weten we nou wel, u weet toch dat we daar niks meer mee doen. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is wel de staande praktijk. Nou, en ja, er zijn ook advocaten die passen zich aan die praktijk aan. Die zeggen, ik heb te leven met hoe het recht op dit moment in Nederland geldt. En niet van wat ik allemaal zelf vind, van hoe het zou moeten zijn. Een soort idealisme wat niet echt meer werkt in deze tijd. Het is wat dat betreft ook allemaal wat duidelijker geworden. Ik zou graag nog heel even terugkomen op wat meneer Plasman in het begin zei. Over die vraag van welke advocaat kies je? De advocaat die dit zegt of de advocaat die dit zegt. Dat is precies het punt dat ik maakte in onze Pels Rijk aflevering. Die ik nog aanraden in de video. Dan hebben we het over Pels Rijk. Hè? En dan hebben we ook kritiek op hoe zij de nadruk leggen op winnen. En dan zeg ik aan het einde van ja, jij haalt een krantartikel aan. Waaruit blijkt dat eind jaren 80 advocaten het recht kregen om reclame te maken. Dus dan wijs je nog op hoe recent die commercialisering eigenlijk is van de advocatuur. En dan zeg ik van ja, wat als inderdaad er eenmaal een paar advocaten zijn die niet meer zeggen, zoals misschien eerder wel gebruikelijk was, ik ga je voorlichten, maar ik ga voor je vechten, ik ga voor je strijden en misschien zelfs wat u dan niet zegt, ik ga voor je winnen. Dan dat kan je nooit zeggen, ik ga voor je winnen.
Hmm. De advocaat die dat zegt, moet je meteen afserveren. Want die heeft de wijsheid in pacht. Oké. Okay. Nee, volgens Ewout zeggen ze dan eerder van het wordt heel moeilijk of zoiets. Het wordt heel moeilijk om te winnen, maar... Ik ga het misschien proberen. Maar als het me lukt, ben ik echt top. Maar we gaan sowieso een hoger beroep. Dat, ja. Maar, dus ik maak er ook het punt van... Ja, als er eenmaal een paar advocaten zijn die die commerciële houding mogen hebben... en dus innemen, dan hebben die advocaten die niet die commerciële houding hebben... een enorm nadeel dat je terecht of u terecht schetst. Nou weet ik even niet meer wat uw voorkeur nou is. Je. Toch je? Oké. Wat je terecht schetst. Maar de vraag is dan... dus dan kun je inderdaad in dat scenario... kun je de individuele advocaten moeilijk kwalijk nemen... dat ze meegaan in dat systeem... omdat ze in een commercieel systeem functioneren. Maar ik vind dat er dan nog wel systeemkritiek mogelijk is. Namelijk dat je de kritische vraag kunt stellen... moet de advocatuur zo commercieel zijn? Want... We willen niet dat de politie een commercieel bedrijf wordt. Waarom vinden we het wel normaal bij advocaten? Nou, er zijn behoorlijk wat mensen te porren voor het idee... dat de politie een commercieel apparaat moet worden, hoor, in deze tijd. Daar hoef je maar een paar politici op aan te spreken. En die vinden ook dat de rechterlijke macht best commercieel mag worden. Mm. En dat het gevangeniswezen commercieel moet worden uitbesteed. Dus dat is een trend die gaat maar door. En ja, ik heb ermee te leven. En ja, ik profiteer er ook gewoon van. Ik heb wat ik terughoor uit de media, dat heb ik net al gezegd, is dat ik aantrekkelijk ben om uit te nodigen, omdat ik het duidelijk, kort en krachtig kan uitleggen. En ja, ik profiteer daarvan. En dat je kunt wel zeggen, ja, dat zou eigenlijk niet moeten, maar dat is de klok terugdraaien, want zo werkt het gewoon. Maar als je dan net dit filmpje hebt gekeken, denk je dan, er zitten toch wel wat problemen in die uitzending, of zijn het gewoon klachten van de overijverige burgers? Nee, ik ben het er zonder meer mee eens. En ik probeer dat ook altijd. Dat als je daar zit en je krijgt zo'n podium... dat wat je feitelijk vertelt, dat inderdaad moet kloppen. Dat je daar niet dingen moet vertellen die niet kloppen. Dat kan per vergissing wel eens een keer gebeuren. Ik denk dat Spong hier gewoon... Ja, die heeft dat in zijn hoofd zitten. En heeft nog niet echt gedacht van wat moet ik nou... Maar ik vind dat dat wel zou moeten. Dus daar ben ik het wel mee eens. En ik probeer dat ook. Want het is inderdaad zo. Als je daar dingen vertelt die achteraf heel makkelijk van... Ja, maar dat klopt helemaal niet. Dan raakt dat natuurlijk je hele aangenomen deskundigheid. En ja, je moet ook kijken hoe wordt zo'n programma opgezet. Ik word daar niet gevraagd op dat moment als deskundige in het strafrecht. Dat gebeurt ook. En dan word ik op een onderwerp gevraagd van laat daar je licht eens over schijnen. Maar dit was een uitnodiging, eigenlijk even geparafraseerd. Vertel eens een versappig verhaal. Ja. We hebben nog één vraag over de gedragsregels. U zegt van ja, ik ben zo commercieel mogelijk binnen de wet, binnen de gedragsregels. Tenminste, dat is zo verstond ik het. Dan zeg ik weer u, excuus. Nou, niet zo commercieel mogelijk hoor. Ik ben commercieel, maar je kunt ook, je hoeft niet per se zo commercieel mogelijk te zijn. Want ik krijg ook uitnodigingen voor programma's die ik met heel veel plezier afsla. Dus als het alleen maar erom zou gaan van hoe kom ik zoveel mogelijk met mijn bek op tv, dan zou ik dat 3 keer zoveel kunnen doen. Dus. Oké, dus dat is iets gechargeerd. Maar je zei binnen de gedragsregels. Nou, vraag me dus af. Ik heb dus het idee bij die handgranaat, die mogelijk een dummy was. Maar ten eerste vraag ik me af of je dus wist dat die handgranaat uit een overheidsdepot kwam. Want als dat zo is, en als je dat ook wist, hoe kun je dan nog met een schoon geweten beweren dat het misschien een dummy is? En als je dat niet wist dat het uit de overheidsdepot kwam, dan zou dat kunnen. Maar als je het wel wist, vind ik dat vreemd. En wat ik daarin zie, is dus een botsing tussen de commerciële houding van mijn cliënt wil A. Hè, en eigenlijk zegt mijn geweten of de wet of de gedragsregel zegt B. Maar ik ga toch A doen, want ja, het is een commercieel pak. Nee, daar ben ik het echt fundamenteel mee oneens. Want ik zou... Je hebt het over geweten en zo. Hoe kan je dat met een schoon geweten? Stel nou dat ik dat niet zou aanvoeren, dat verweer. Terwijl de rechter er wel gevoelig voor zou zijn. Dan doe ik echt mijn vak niet. Dan ben ik echt heel verkeerd bezig in mijn vak. Want dan laat ik een kansrijk verweer liggen. En het verweer heeft gewoon gescoord bij het Hof in Amsterdam. En dat zijn echt geen idioten. Dus die hebben gewoon gedacht, die raadsman heeft gelijk. Wij kunnen niet aan de hand van dit dossier... En of dat met dat gladio nou allemaal helemaal vast stond, daar wil ik vanaf zijn. Daarvoor is het te lang geleden. Maar dat geloof ik helemaal niet in de strafzaak.
Maar die rechters hebben gewoon gezegd, ja, wij kunnen niet vaststellen dat daar een echte handgranaat werd opgeblazen. En dat verweer moet je als strafrechtadvocaat voeren. Sterker, elk verweer wat zou kunnen scoren wat je niet voert, is eigenlijk klachtwaardig gedrag. Dan kan de cliënt mee naar de deken en dan krijg je raad van discipline. Meneer, u heeft uw werk niet gedaan, want u heeft een kansrijk verweer laten liggen. Ja, maar er zit in elke zaak toch kansrijk verweer wat niet waar is? Wat niet? In elke zaak kun je een kansrijk verweer bedenken. Alleen als je weet dat het niet waar is. Nee, maar dat weet ik niet. Hoe heet ik? Ik heb die dummy nooit gezien. Oké. Okay. Nee, maar kijk, het gaat er niet om. Het gaat ik ben ook nooit op Mars geweest. Maar toch denk ik dat die planeet er is. Nee, maar kijk, zelfs als mijn cliënt tegen mij gezegd zou hebben, dat was echt een echte handgranaat. Dan zou ik exact hetzelfde verweer voeren. En ik zeg niet, en daar zit het. Ja, ik ben pas één dag, maar ik dacht dat dat dus niet mag. Jawel, maar nee. Maar? Nee, ik, kijk, wat niet mag als advocaat, is dat je gaat liegen. Dat je onwaarheid spreekt. Ja. Maar ik zeg niet, meneer de voorzitter, leden van het Hof, dit was geen echte handgranaat. Dat zal nooit uit mijn mond komen. Uit mijn mond komt ook nooit, mijn cliënt is onschuldig. Dat zeg ik nooit. Want waarom niet? A, omdat ik het niet weet, maar B, veel simpele reden. Dan staat een van die rechters toch even rijk naar de microfoon. En dan weet ik wel, meneer Plasman, kunt u eens uitleggen hoe u dat weet? Was u erbij? Was u het soms? Dus de kunst van, en dat voor mij geldt voor de hele advocatuur, is dat je het zo brengt dat je aan de regels houdt. En dus met die dummy of handgranaat, wat het dan ook mogen zijn, zeg ik niet meer dan, geacht college, aan de hand van dit dossier kunt u niet vaststellen dat het een echte handgranaat was. En wat ik daarvan weet, dit doet helemaal niet ter zake. Sterker, als een cliënt aan mij een moord bekent, ga ik ook gewoon pleiten voor vrijspraak. En dan zeg ik hetzelfde. U kunt in dit dossier niet het bewijs vinden dat mijn cliënt deze moord heeft gepleegd. Maar dat is fundamenteel iets anders dan zeggen, hij heeft het niet gedaan. Nou, ik denk misschien dat dit ook hier zie je misschien dat ik ben een civilist, zeg maar. Dus ik doe vooral een heel ander soort rechtszaken dan meneer Plasman. Dus dat speelt hier misschien een rol, maar ja. Ja, Ewald, heb je nieuwe dingen geleerd vandaag? Kijk, en nou, wat ik ook vaak hoor zeggen is dat in de rechtszaal aan waarheidsvinding wordt gedaan. Ja. Dat is ook zo'n, hè, we doen aan waarheidsvinding in de rechtszaal. Nou, ik geef je op een briefje, als ik tegen cliënten die bij mij komen ga zeggen, wij gaan aan waarheidsvinding doen, nou, dan kan de deur meteen op slot. Ja. En ik hanteer ook niet, want dat is ook nog zoiets. Dat zijn de onschuldpresumptie in Nederland. Dat is een heel hoog goed. Nou, bij mij niet hoor. Want als ik de onschuldpresumptie hanteer, dan zit ik 9 van de 10 keer fout. En ik werk liever met hoe het echt zit. Dus dat. Maar strafrechtadvocaten doen niet aan waarheidsvinding, behalve als ze de overtuiging hebben dat de waarheid nuttig is voor de cliënt. Dat is dus waarom je ook niet vraagt hoe iets heeft gesmaakt en zo. Het zijn de details die eigenlijk niet uitmaken voor de uitslag. Dat was gewoon een beetje een fout grapje. Ja, dat was een fout grapje. Okay. Hebben jullie nog een laatste opmerking? Want dan gaan we zo verder naar de zaal. En nog... Nee? Peter? Nog een laatste opmerking over wat je hebt gezien? Anders dan gaan we vragen wat de mensen ervan denken. Nee? Oké. Okay. Nou, dan is het nog aan mij gevraagd om... ook nog even te delen wat ik nou denk van dit snijtafelfilmpje. Oh ja. En daarom is er een kansel neergezet. En nou, ik ben niet heel religieus, maar als er een kansel is, dan pak ik dat kansje. Oké. Een leven met een werkvloer vraagt om gesprekstof buiten je werkzaamheden om. En dat is een sociaal aspect van het werkende leven, waar ik zelf heel slecht mee om kon gaan toen ik nog een kantoorleven had. Want dan vragen mensen bijvoorbeeld, hoe was je weekend? En dan zeg ik, nou, het duurde 2 dagen. Dus er is in deze wereld een behoefte aan gesprekjes, aan gezelligheid, aan een gedeeld moment van mens zijn. Kopje koffie halen en even kletsen. En soms gaat dat kletsen over verjaardagen en vakanties. Maar dat is maar een paar dagen van die 365.
Dus we spreken ook vaak over het weer, dat hebben we elke dag. En ook wat er op tv was. En daarom is het heel fijn dat we een staatszender hebben die wil faciliteren in koffiemachinepraat. Een avondprogramma met voor elk wat wils. Henny van de administratie, je weet wel, die dierenvriendin. Nou, zij heeft een foto van haar konijn op het bureau staan. Zij kan even praten over de hamsterzaak. En dan hebben we nog Johan, de goorlap van ICT, die stagiaires ongemakkelijk kan laten voelen met het gesprek over opgevreten piemels. En dan aan de lunchtafel, dan kan er nog een halfslachtig gesprek worden gevoerd over expres de bak ingaan, lachgaspatronen die de straat vervuilen en wat je zou doen als er een vrouw met gezichtsbedekking bij jou in de bus stapt. Kijk, zulke gesprekken, ze zijn niet verheffend en ze beklijven niet. En daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld als een lichte verdoving, een klein roesje, een beetje verzachting voor het dagelijks bestaan. Want de mensen die op hun werk maar wat kletsen, zij worden daar ook niet voor betaald. En expertise wordt niet verlangd, laat staan verwacht. Maar als je werk kletsen is, dan mag daar best wel iets tegenover staan. Zeker als het programma bekostigd wordt door alle mensen in het land. Zeker als amusement niet langer de kerntaak van de NPO is. Ik kan me heel goed voorstellen dat een advocaat, top of niet, graag aanschuift in een talkshow op televisie. Het leven als ondernemer is niet makkelijk en zolang je naam maar rondzinkt, ziet de toekomst er goed uit. En ik kan me ook voorstellen dat ervaring leert dat je je helemaal niet hoeft voor te bereiden voor zo'n optreden. Als de vragen in de categorie vallen van, en wat is je lievelingskleur? En het is ook maar televisie. Je inhoudelijk scherp voorbereiden is niet verplicht. De waarheid vertellen is niet verplicht. Zorgvuldigheid betrachten is ook niet verplicht. Zelfreflectie niet. Spannend dit. Het houdt op. Ik krijg een interventie van boven. Oh. Het is afgelopen. Het is niet verplicht om je best te doen als je op televisie komt. En het is ook niet verplicht om ja te zeggen tegen de uitnodiging van Jinek. En misschien kreeg Jinek wel de antwoorden die zij verdiende. Maar daarmee is de kijker wel mooi de sigaar gebleken. Dank jullie wel. Okay. Nou, en dan gaan we nu echt naar de vraag van de zaal. Sophie Ruud Frans is de programmeur van de Bali en zij heeft de microfoon. Dus steek je hand op als je een vraag hebt aan een van deze heren. Ja, en zo net, jullie merkten het al heel subtiel dat er hierna een film komt in de Bali. Dus ik denk dat we tijd hebben voor twee vragen. Dus laten we even kijken. Ik zie er daar één, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Ik ga even tussen jullie door. Bedankt. Hallo, ik wou eventjes, omdat er op die, dus er was de vraag, wat nou als de advocatuur niet commercieel was? En daarop was het antwoord nog even, nou ja, het is nu wel zo en daar maak ik gebruik van. Wat zou u, wat nou als het niet zo was, als het niet commercieel was? Zou dat een uitmaken voor dat strijden binnen de kaders zo ver mogelijk gaan? Zou dat nog steeds zo gaan of niet? Nou, ik zou er de voorkeur aan geven als het reclameverbod voor advocatuur nog steeds zou bestaan. Want dan gaat het echt om kwaliteit en daar ben ik ook helemaal niet bang voor dat ik daar nadeel van zou hebben. Maar voor het manier van je werk doen zou dat voor mij helemaal niks uitmaken. Ik bedoel, de kern is, ik moet alles doen wat ik voor een cliënt kan doen om het voor hem, haar, meestal is het hem, zo goed mogelijk te laten aflopen. En dat maakt niet uit of dat commercieel wordt begeleid of niet. Dus, nee. Ja, ik heb ook een vraag, meneer Plasman. U zei net dat het in de rechtszaak niet echt gaat om waarheidsvinding. Zou u eens kunnen omschrijven waar het wat u betreft wel echt om gaat? De kern van waar het in de rechtszaal om gaat is dat er aan het eind sprake is geweest van een eerlijk proces. Dat is wat het uiteindelijke afloop van een rechtszaak moet zijn. Maar dat is iets anders dan wat het belang van mijn cliënt is. Onderdeel van het eerlijk proces is dat voor mijn cliënt alles gedaan is wat er gedaan kon worden. En onderdeel van een eerlijk proces is niet dat uiteindelijk de waarheid op tafel ligt.
Om, heel simpel gezegd, omdat mijn cliënt daar vaker wel dan niet op zit te wachten. Dat de waarheid verstopt blijft. Nou, het klinkt wat ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de meeste verdachten liever willen dat de waarheid niet aan het licht komt. Misschien nog één vraag? Ja. Bedankt. Ik had een vraag voor Casper Jansen. Want jij zei in deze aflevering dat je niet kon voorstellen dat mensen Jinek nogal serieus journalist zagen. Maar is dat dan op basis van de paar afleveringen die je hebt behandeld over haar? Of, want je moet gewoon erkennen dat er ook heel veel afleveringen zijn waar ze wel goed en waar ze wel echt de diepte in gaat. Vooral met politici. Ik heb natuurlijk niet alle uitzendingen van Jinek gezien. Dus ik kan niet uitsluiten. Hè, net zo min als ik kan uitsluiten dat die granaat echt toch een dummy was. dat zijn misschien een paar hele goede interviews. Je mag ze me toesturen, heeft gehouden. Maar ik baseer dit oordeel op de 5 afleveringen die we hebben gemaakt over het programma Jinek. Waarin ik vind dat zij op cruciale momenten de verkeerde vraag stelt. En erger eigenlijk. Maar ja. We proberen echt de beste afleveringen van Jinek te pakken. En niet een paar slechte. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een aflevering met Patricia Pai besproken. En daarvoor heeft zij de Sonja Barend prijs gekregen voor het allerbeste. Genomineerd volgens mij. Oh, sorry. In ieder geval, zeg maar, dat is een veel geprezen. En dit had ook in de NRC een hele goede recensie juist. Dus we zijn niet op zoek naar de zwakke plekken om dan te zeggen van daar zit een zwakke plek. Het zijn de dingen waar ze juist heel veel succes mee heeft die we bespreken. Okay. En als dat dan slecht is, ja, nou goed. Ja. Goed. En dan is aan mij nu de eer om jullie hartelijk te bedanken voor jullie komst. Ja, dat moeten we niet. Ik zou aangezien Spong toch niet is gekomen, ga je nu even? Denk ik dat we wel gewoon helemaal kunnen zeggen dat er op verzoek van Spong een stukje niet in zit. Waarin hij het heeft over een zaak over een gynaecoloog die hij verdeed in 1987. Dat stukje zit wel in de YouTube-video die de komende week online komt. Dus denk zeker niet als je de YouTube-video online ziet komen, oh, die hoef ik niet te bekijken, want ik ben in de balie geweest. Kijk die zeker, vooral vanaf ongeveer 40 minuten. Ja. Nou, ook nog op in? Ja, de meneer in kwestie, of nabestaanden van hem, die zouden na de uitzending aan hem gevraagd hebben of hij niet meer in het openbaar lollige verhalen wil vertellen over hoe dat er allemaal aan toe ging. Dat vond ik op zich wel te begrijpen. Alhoewel we er heel lang over nagedacht hebben, want het is wel een hele misleidende knip. Want het lijkt net alsof inderdaad dat item niet... Het is goed voor elkaar door gewoon niet te komen en ons die gecensureerde versie te laten. Hij heeft dus ons wel gecensureerd met de belofte te komen. En komt dan vervolgens niet. Ja. Ja. Een topper. Helemaal top. Okay.